mijn eigen sound gevonden. En toen dacht ik, oh ja. Sorry, ik vind het heel eng. Mattie, Fien, echt maar. Q. Iedere vrijdagochtend hebben wij een gast. En dit is voor het eerst in het bestaan van Q-Music dat onze gast niet door de voordeur naar binnen komt. Nou, heel simpel. Er staat hier een hijskraan. Wij hebben kraantje papi hier zo. En wij dachten, ja, dat is dan wel origineel. Een langere redactievergadering over gehad. Wat gaan we doen? Ja. Kraantje papi in een hijskraan. Ja, mensen denken hijskraan. Dat klopt. Ja. Neem nog een ijskraan. Ik heb hier een kraantje papi. Ja, en ik heb echt zieke hoogtevrees. En wij gaan dus 70 meter omhoog. Nou ja, dan kom maar door, jongen. Even een aantal dilemma-rondes om je even wat beter te leren kennen op deze vroege ochtend, terwijl we langzaam omhoog gaan. Ja, wil je erin blijven of eruit? Kom maar eruit. Je nieuwste track, Lil Cranny. Gerapt door Lil Kleine of door Ronnie Flex? Ik ben benieuwd hoe Ronnie dat zou doen, ja. Goed, met welke BN'er wil je echt niet op een onbewoond eiland zitten, kraantje? JJ Boske. Zoenen met Leonardo DiCaprio of Brad Pitt? Beide, lekker. Oké, we gaan nu echt heel hoog. Ik begin dit echt te eng te vinden. Op wat voor hoogte hangen jullie nu, hè? Nou, ik denk op een schaal van 1 tot dood. Bij dood. Ik zal het heel veel omschrijven. We zien nu Amsterdam, ik zie de snelweg, ik zie de A10. Misschien rijden wel mensen over de A10 op dit moment, dan kan je ons zien. Danouk, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zag je huis kan hangen en je ziet inderdaad gewoon bungelen vanaf de snelweg. Wat een enorme hoogte, hè, Danouk? Is dat niet normaal? Het is echt niet durven, hoor. Ongekend. Ze staan beide met trillende beetjes in het bakje. Zometeen een kraantje papi live vanuit die hijskraan. Ik ben er helemaal klaar voor, joh. Hey, little cranny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. En opeens is het doel aan de zaken nu. Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Klopt, ik ben weer back now. Broeder, pop een fles now. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Maar ik ben weer back now. Meisje, schud je ass nou. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Baby, gooi je door omhoog. Oh god. Baby, gooi je door omhoog. En nu gaat Mattie lekker koffie voor ons zetten, want dat hebben we wel verdiend, denk ik. Klopt, ik ben weer back now. Broeder, pop een fles nou. Constant on the road is de manier waarop ik stacks bouw. Maar ik ben weer back now. Meisje, schud je ass nou. Constant on the road. Manier waarop ik stacks bouw. Q Music. You make us Q.